Pers zal officieel terugkeren in de volgende aflevering. Laat jullie persvragen dus achter in de reacties. En dan gaan we daar vanaf volgende aflevering bij mij aan de slag. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. What up kijkers, tot dat jullie erbij zijn en kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. We zijn er weer, we gaan weer door, we gaan weer verder. En voor de vorige aflevering had ik in een community post aangegeven dat de pers terugkomt en dat ik weer vragen ga beantwoorden, dat ik jullie weer persvragen laat neerzetten in de reacties om daarop te reageren in video. Ik heb tot dusver nog niet veel ontvangen, maar ja, niet iedereen krijgt zo'n community post altijd mee. Pers zal officieel terugkeren in de volgende aflevering. Laat jullie persvragen dus achter in de reacties. En dan gaan we daar vanaf volgende aflevering bij mij aan de slag. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Kunnen we dat leuke element van voorheen weer terugbrengen. En ja, dat maakt de carrière mode hopelijk weer iets interessanter. Maar over interessant gesproken, er staat nou een wedstrijd tegen PSV op het programma. Ze staan derde, wij staan zesde. Dit wordt een pittig potje. Als jullie uitkijken naar de terugkeer van pers en zin hebben in deze aflevering, klik dan vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon naar de wedstrijd toe. Hopelijk kunnen we winnen. Voordat we die wedstrijd tegen PSV gaan beginnen, gaan we natuurlijk eerst even sleutelen aan onze opstelling. We gaan niet heel veel veranderen. Ik ga wel Berghuis eraf halen voor Traoré in verband met fitheid. Sulemana hebben we vanaf nu dus mee op het bankje in plaats van Banel. Die deed wel ongelooflijk goed in een van zijn invalbeurten. Maar Sulemana gaat van nu die rol vanaf het bankje overnemen. En misschien wel starten, maar zijn debuut zal vanaf het bankje komen. Hato is ook een beetje erg vermoeid, dus die laat ik even rusten in plaats van Baas. Misschien gaan we nog een vervanger halen. Ja, Baas als linksback is niet je van het. Zeker als we dit ook in Europa zouden moeten doen. Maar voor nu gaat hij wel starten tegen PSV. Ik had wel liever Hato gezien, maar het is even niet anders. TT laten we staan op rechtsback en eigenlijk laten we de rest van de opstelling zo staan. Hiermee gaan we spelen tegen PSV. Hopelijk kunnen we 3 punten pakken. We spelen thuis. Dit wordt een belangrijke. Laten we nu naar de aftrap gaan. Nou, daar staan we dan. Klaar voor de aftrap in de arena. Die mogen wij nemen. Laten we gaan beginnen. TT naar Traoré. Ik zie daar Brobby gaan. Die heeft hier nog ruimte ook. Schot wordt uiteindelijk geblokt. Traoré kan daar niet bij de bal komen. Hier is PSV. Peppi aan de bal. Tikt hem terug. PSV speelt nu rond op zoek naar ruimte. We blokken het schot. En dan is er een vrije trap. Dan denk ik Hens. Nou, Lang staat daar klaar. Om te gaan schieten, dat dacht ik. Nee, het wordt toch Lang. Maar die schiet keihard over. Dit is een balletje naar Traoré. Verdediging doet dat daar wel goed. Traoré geeft hem eroverheen terug naar TT. Kunnen we voorzetten? Nee. Oh, wauw. Bal zelfs binnengehouden. Die veroveren we dan wel. Dit is goed. Veel ruimte hier. Gods. Ah, hij heeft daar toch iets te veel tijd nodig. Gaan we onderuit. Scheidt ze het niks. Dan is het Gods alsnog wel aan de bal hier. Gods. Terug naar Eriksen. Eriksen. Ja, we moeten even ruimte zoeken. Dat is hier aanwezig op zich. Traoré, TT, geeft een voorkeur. Gods hierbij, nee. Voorzetjes zijn nog niet mijn sterkste punt, moet ik zeggen. En dan zijn we nou nog steeds niet de bal kwijt. Oh, hier is Brobby, serieuze kans. Oh, redding daar van de doelman. TT, zeeën van ruimte, haal maar uit anders. Dat is geen probleem. Eriksen gaat naar Gods. Gods, houd even in. Eriksen naar Brobby. Brobby geeft hem eroverheen. Dit is goed. Traoré buitenspel. Oh, ruimte hier voor Bakayoko. Die vertrekt meteen. Die twijfelt niet. Trekt een sprintje. Houdt nu in. Tikt terug. Wat gaat PSV hier doen? Dat is toch zo gek aan de AI. Dat ze gewoon opeens stilstaan. En dan zijn ze alweer helemaal bijna terug op eigen helft gedrongen. Kunnen we hier die bal pakken? Ja. Nou moeten wij vertrekken. Brobby gaat. Dit is een goed balletje. Ah, ik word onder druk gezet. Goed schot. Gaat die bal uit voor een hoekschop? Nee, PSV houdt in. Lang hier op de vleugel van PSV. Komt langs TT. Oh, dit is geen slechte aanval. Pasveer moet in actie komen. Oeh, en slecht uitverdedigd van Baas. Nogmaals Pasveer met de redding. Opeens PSV met de dreiging. Hoekschop nu wordt genomen. Koppen we weg. Ja, dan kunnen we dit wel gewoon... Oeh. Dat is niet goed uitverdedigd. Aanval is nog niet helemaal over. Zit hier tussen? Nee. Spelers gaan naar de vloer. Jeetje, wat is dit voor uitverdediging. Kom op. Laat hem niet schieten. Oh, vlak voor rust.
Yo, hallo, 1 minuut extra tijd en we zitten in de 50ste. Zien we dat even? Dat is toch ook niet gezond? Hoe lang laat deze man doorspelen? Dat is toch... Jeetje. 5 minuten extra in plaats van 1 minuut extra. Slaat helemaal nergens op. Maar PSV op voorsprong. Nadat wij de hele eerste helft eigenlijk de team waren met het meeste balbezit. Ja, natuurlijk fluit hij dan meteen af voor rust. Gaan we rusten uiteindelijk met een 0-1 achterstand. Karsdorp over de vleugel voor PSV. Wat gaat hij doen? Oh, Baas zat er bijna tussen, maar niet helemaal. Bakayoko. Oh nee, dit is niet best. Oeh, weg met die bal. Jeetje, spannende momenten. Oké, die inworp is goed onderschept. Zo, kwam er even niet lekker uit daar. Heel veel ruimte hier ook voor Gods. Gods, je moet het hier doen. Gods, oh, ik choke hem. Ik wist niet wat ik wou schieten of afspelen. Uh-oh, TT zit daar gruwelijk mis. Kan lang vertrekken op de vleugel. Wat een fouten worden hier gemaakt. TT terug. Oh, voorzet is daar. Kopbal zitten we. Nee. Weg die bal. Oh, wat is dit voor wegwerking. Strook op de janken. En dan gaat hij uit voor een hoekschop. Na het wordt tijd voor een debuut. Gods gaat eraf voor Sulemane. De tweede helft is een beetje voor hun wat betreft de kansen. Hier werken we een hoekschop weg. Juist goed verdedigd. Oh, Sulemane die is wel snel. Voor de counter. Speelt die bal vooruit. Sulemane. Oh, ja. Hij zit. Het is een eigen doelpunt, hoor ik hier te zeggen. Maar maat, hij komt binnen en hij zet me even counter in. Oké, die nummer 14 moeten we aanpassen. Maar wat een debuut voor Sulemani. Hij staat niet op zijn naam, want met een stuit, een pingpong goal. Ja, doelman op, ik geloof, Dest. Nee, dat is niet Dest, maar het maakt me ook niet uit. Hij zit en het stand is gelijk. 1-1. Oh, wauw. Meteen komt PSV terug in de aanval. Wat een paas. Oh, redding. Komt het weg? Juist. Jeetje, het gaat heen en weer. Twee wils aan mijn kant. Brobbie eraf voor Weghorst en Taylor eraf voor Van der Bomen. Nogmaals, 2 wissels aan mijn kant. Rugani is vermoeid, Raf van den Berg komt hem vervangen. En ik zet Sanchez erop voor Eriksen. Oh, ik zag hem gaan. Weghorst ontvangt. Weghorst! Oh, wat een bal! En hij schiet hem binnen. Super, sub Wout brengt ons op voorsprong. We staan voor in de arena. Zoals hij het in het echt deed, doet hij het hier voor ons tegen PSV. Lekker hoor, Woutje Weghorst brengt ons op voorsprong en hopelijk brengt hij ons dan ook een overwinning. Net in het veld, direct een goal. 2-1 door Wout Weghorst. Alright, Sulemane, de snelle man. Ik zie weer Wout gaan. Wout moet dit keer even die bal maar bij zich houden. We tikken hem terug, Sulemane, terug naar Wout. Van een afstandje, oh, maakt het de doelman lastig. Nou, einde wedstrijd en met die late tref. Of nou ja, laat. PSV had nog wat tijd om terug te komen eventueel. Maar Wout Weghorst heeft hem in ieder geval binnengesleept. De overwinning, de 3 punten tegen PSV zijn behaald. En dat is een hele, hele belangrijke overwinning. Wat een wedstrijdje voor Supersub Wout. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken. We gaan heel gauw verder, want dit smaakt naar meer. Na die fijne overwinning tegen PSV komt Bergers bij ons. Hij zegt, goed om je te zien. Het is geweldig dat het momenteel zo goed gaat met mij en het team. Ik denk niet dat ik ooit zoveel van mijn spel heb genoten zoals nu. Ik ben tevreden hier bij de club, dus ik vroeg me af of het een goed moment was om over een contractverlenging te praten. Zijn contract loopt af. Natuurlijk gaan we die verlengen. Ik denk niet dat we hem behouden tot einde carrière of zo. Zie ik het echt ook niet gebeuren. Maar we gaan hem niet voor niks weg laten lopen. Dus blijf goed presteren en laat het papierwerk maar aan mij over. En ja, dan gaan we maar gewoon gelijk even doen. Daar is de beste man. Verlenging delegeren. We gaan hier niks aanpassen. En hij zegt cruciaal. Hij wil een verlenging van 1 jaar. Geen afkoopclausule. Ik vind het helemaal prima, joh. Iemand van 32 wil ik ook niet per se voor meerdere jaren vastleggen of zo. En dan veranderen we direct eventjes het nummertje van Sulemane naar 17. Ook hebben we een bod ontvangen op Soetalo. Maar eerste spelers gaan we op het moment niet verkopen. Wijzen we af. Ook Van der Bomen valt in de smaak. Maar dit is een ruildeal. Union Berlin is het, geloof ik. Ja, ik kan het gewoon zien. Maar ik keek even naar de speler zelf. Ik keek naar de ruilspeler ook. Kevin Volland.
En dan hebben we weer een belangrijke pot op programma. Op papier niet zo spectaculair als PSV, maar FC Utrecht staat wel tweede, terwijl wij vierde staan. Dat kunnen we dus echt niet simuleren. Dit moeten we gewoon gaan spelen, zulke potjes. Hopelijk kunnen we weer 3 punten pakken. We gaan ons team maar even klaarzetten voor deze pot. We zien dat Rugani nog een beetje vermoeid is na die wedstrijd tegen PSV. Dus we gaan Kaplan erop zetten. We kiezen voor Kaplan daar in plaats van Van den Berg vanwege het linkerbeen van Kaplan. En eigenlijk is die wissel van Kaplan ook het enige wat we gaan doen voor deze wedstrijd. Voor de rest laten we het gewoon weer lekker staan zoals het staat. En gaan we ons klaarmaken nu alweer voor de aftrap tegen Utrecht. Zo gaan we wel snel met de wedstrijden voor deze aflevering. De tweede alweer. Maar ik heb er weer zin in. Laten we richting de aftrap gaan. Here we go. Ditmaal spelen we uit. We hadden eigenlijk misschien wel het andere tenuutje moeten hebben. Dit lijkt klein beetje op elkaar. Utrecht heeft ook wit erin zitten. Maar goed, we zijn in ieder geval begonnen. Hopelijk gaan we winnen. Utrecht hier, wat is dit? Kick-off glitch? Nee, de bal is voor Pasveer. Gods, balletje naar Hato die mee is komen stormen. Hato, Brobby, helemaal open. Bam! Eerste kans voor ons is een goal. En Brobby rond hem gelijk af. Aangeven van een opkomende Hato. Die stormde even naar voren. En die geeft er vervolgens goed mee. Daar is hij. Dan komt het simpele paasje. Brobby wordt amper onder druk gezet. Ook wonderbaarlijk. Maar prima goal. 0-1 voorsprong is binnen. Tijd om eruit te rijden. Nou, ik zie Brobby weer gaan. Brobby. Hij wordt echt niet onder druk gezet. Kan gewoon weer uithalen. Ditmaal was het wel van iets verder en heeft de doelman de bal. Maar we hebben ook wel weer een hoekschoppie. Taylor staat klaar om hem naar voren te slingeren. Zo, Brobby wordt gewoon vastgehouden daar. En de scheids die vindt het allemaal prima. Oeh, Soetalo. Zat daar eventjes een beetje mis. Maakt zijn foutje goed. Geven we hem weer mee. Oh, meegeven aan Gods daar. Oh, Godsje. Oh, wel prima voetbal. Nou, Gods. Vanaf de vleugel zo'n beetje. Goed schot. Kunnen wij hier de bal hebben? Ja, Berghuis heeft hem. TT. Ook een flink voorzetje. Oeh, dat is geen best schot. En buitenspel. Berghuis. Veel ruimte hier. Berghuis. Oh, dat is gewoon een pingel. Ik wou zeggen, als hij daar niet voor fluit. Overduidelijke strafschop en een terechte kaart. Van de Hoorn, wat doe je, pik? Dat niet handig. Niet handig. Moet je kijken. Hoppa, vol op de man. Nou, ik ben geen held in strafschoppen. Brobby het echt ook niet. Maar ik wil de game beter met hem doen. Here we go. Links in het hoekje is de plan. En dat schiet hij er prima in. Lekker hoor. Ik neem het gewoon met Brobby om die goal-doelstelling van hem te volbrengen. Ik struik een beetje over mijn woordjes heen vandaag. Maar goed, mag de pret niet drukken. We staan op 0-2 voor. Tweede voor Brobby in deze pot. Nu is het dan wel pingel, dus dat is ietsje makkelijker. Maar nog prima ingeschoten. 0-2. Oh, geef hem eroverheen. Brobby hier weer alle ruimte. Schot! Oh! Wat een pegel. En Brobby heeft zijn hattrick in 1 helft erin liggen. Dit gaat wel heel makkelijk. Utrecht heeft niks in te brengen. PSV maakte het nog een beetje spannend. Creëerde kansjes. Maar Utrecht? Nee man. Ga naar huis. Ja, jullie zijn al thuis. Dat schiet ook niet op, hè. Je hebt geen excuus. Van het was uit. Jullie zijn thuis en worden van de mat gespeeld. Brobby, heerlijke pot. 0-3. Wat is deze verdediging? Deze man van Utrecht komt er gewoon langs heen, maar schiet vervolgens van mijlenver even een paar meter naast. Oké, soms laat ik verdedigend wel wat liggen eigenlijk. Dan vallen er opeens gaten. Oeh, vrije trap. Ik gebruikte gewoon het lichaam. Schouderduwtje. Kom aan, scheids. Nou ja, ze schiet hem snel in de muur. Dus de kwestie van wegkoppen. Oh, een beetje... Dat is riskerend uitverdedigen, maar het is ook rust. En we gaan dus rusten met een 0-3 voorsprong. Ah, lekker rustig die tweede helft uitspelen. En dan hebben we dit gewoon gewonnen. Oh, Berghuisje weer balletje op Brobby. Die twee weten elkaar nu ook wel goed te vinden. Maar het loopt tot niks uit. Laat jij eens wat zien dan. Ah, ik verwacht toch betere paasjes van een speler van zijn kaliber. Brobby hier weer. Oh, bijna een vierde. Nou, Taylor, leg het balletje even op het hoofdje van een vriendje van je. Doe het voor me. Nee. Nou, Brobby ontvangt hem weer. Dit keer geeft hij maar Gods ruimte voor hem. En die schiet naast. Vroege verovering van de bal creëren we heel veel ruimtes mee. Oh, goed balletje ook. Gods, nu wel op aangeven van Brobby's.
die er zo uitgaat. Want die krijgt gewoon verdiende rust. Die heeft net gescoord. Niks meer te bewijzen in deze wedstrijd. En hier is het. De jonge gods. Ons talentje. Die hem ook even binnenhengelt. En de stand nog even vergroot. Naar 0-4. Heerlijke pot. Nou, nog twee wisseltjes. De voormalige doelpuntmaker. Gods gaat eraf voor Sulemana. En ik zet Manswerk erop voor Henderson. Nou, hier is misschien een kans voor Utrecht. Ze schieten wel echt heel gauw van afstand als ze ook maar een kleine opening hebben. Oh, weer een afstandsschot en weer naast. Verrassing. Utrecht, wat zijn we aan het doen? Balletje naar Weghorst. Weghorst tussendoor. Berghuis. Oh, gaat dit weer een pingel worden? Hij lokt ze wel een beetje uit volgens mij. Oh, tussendoor. Sulemana. 1-0-5 en dan 5 minuutjes te gaan. Nou, groter hoeft de stand voor mij ook weer niet. Wat een pot. Utrecht, geen serieuze kansen gehad tenminste. Dus ik zijn een paar keer van afstand gelost. Maar dat was allemaal niet echt gevaarlijk. Niet dreigend. En wij hebben nu 5 bij hun netje liggen. Dit is over. Dit is klaar. Laten we gewoon maar richting het einde van de wedstrijd gaan. Want nou ja, prima voor het doelsaldo is dit wel. Maar het wordt wel een beetje overdreven. Nou, en dan is het ook einde wedstrijd. Ik heb rondgetikt door het laatste fluitsignaal. Ik vond het wel mooi hoor. 5-0. Ik kan niet wensen voor meer. Dit is prima gespeeld. Prima overwinning. Ja, prima voor de stand. We zetten stapjes richting de titel. Nee, dat is veel te vroeg. Niet richting de titel. Eerste transferperiode is nog niet eens voorbij. Maar ja, 0-5. Beter kan bijna niet. En dan zijn we bij Transfer Deadline Day. Die gaan we niet nu afronden. Dat bewaar ik lekker voor de volgende aflevering. Wie weet gaan we nog transfers maken. Ik zou zeggen, ben je benieuwd en heb je zin in meer? Klik dan op het duimpje omhoog. Als je hier nieuw bent en meer wilt zien, abonneer dan ook gerust. Zoals ik al zei, per keer terug vanaf de volgende aflevering. Dus stel jullie vragen in de reacties. En ja, ik check jullie graag bij de volgende video. Nogmaals bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor alle support over het algemeen. En tot de volgende video. Tot dan. Ciao.